Yo kijkers van Gino Weetje Games, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Mindtopia aflevering. Ik ben Gino en vandaag zijn we weer in ons prachtige Rolandia. En ik heb wat jullie heel erg leuks te gaan vertellen. Waarom? Ja, zoals je ziet zijn we hier bij mijn winkel. En ik laat jullie even wat zien. Ik doe even de deurtjes dicht, want anders komt er zo'n gek naar binnen lopen ofzo. Je weet maar nooit. Maar zoals je ziet hier zijn er eindelijk, na wel heel veel maanden wachten, zijn er hier bordjes met de prijsvragen. En ik al heel vaak had ik al gezegd van, yo, het bouwbedrijf die moet me helpen. Maar ik kwam er laatst achter, ik kreeg een tip van iemand. Yo, ga dat gewoon bij in de staf melden over die bordjes. En dat heb ik dus gedaan. Dus ze hebben gelijk een bordje voor me neergezet met de prijsvragen. Dus dames en heren, hier ook heb ik dat precies hetzelfde. En dat betekent dat de Bokmerk, zo heet het, dat is mijn achternaam, zo heet Bokmerk, zo heet die winkel. En dat betekent dat hij open gaat. Dus dat betekent ook dat ik mensen zoek achter de kassa te staan. Dus ben jij geïnteresseerd? De beste en de mooiste sollicitatie, zet het in de comments. Ik ga geen boekjes, ik wil het gewoon in de comments. Zet gewoon je Skype naam en voor de rest moet je het allemaal zelf weten. Maar de mooiste en waar ik denk van, nou, daar ben ik wel geïnteresseerd naar, die kies ik uit en die mag hier gaan werken. En dat is het dus. Hier ga je dan werken. Ik kan wel een beetje rondleiding geven. En kijk, toevallig is de Master Jamie er al. Als je heel even wacht, ik ben heel eventjes de kijkers even aan het uitleggen. Straks ben ik bij jou, oké? Dus, tot zo. Oké, dan kom jij zeg maar hier de winkel in. En als werknemer sta jij hier en dan komen hier de klantjes. Hoop ik, weet maar nooit. En dan ik moet nog naar de inkoop gaan. Kan jij hier, zoals hier is wel nog veel eten. Kan jij dat eten wat hij vraagt. En ik moet nog dan boekjes maken voor jou speciaal. Met de prijsvragen erop. Om het een beetje duidelijk voor jou te maken. Want ja, natuurlijk zie jij dat niet. En hier is het geheime kantoortje. Waar jij dan als je een klacht hebt of iets wil vertellen, kan je het hier met me praten. Verder is dit mijn kantoortje. Hier doe ik mijn administratie. Hier zou eigenlijk een computer op komen, dus vandaar deze muis. Maar ik hoorde iets over dat de computerwinkel failliet was. En hier is mijn prachtige kleding. Dus ik ben enorm blij dat het is, want dan kan eindelijk mijn winkel open. Er komt misschien nog een soort van trailertje online of een soort van reclame. Filmpje over mijn winkel. Dus wie weet, laat gewoon lekker je sollicitatie achter in de comments. En gaan wij lekker organiseren hier in de Rolandia binnenkort. Maar dames en heren, jullie kennen misschien wel de Master DDG. Hij is wel vaker in de opname geweest. En hij heeft bij me gewerkt en er waren heel veel problemen, maar dat is uiteindelijk opgelost. Dus ik heb hier ook een contract gemaakt en hij komt hier eigenlijk dus weer werken. En zeg maar, hoi de Master DDG, hi. Yo, wij gaan even naar boven en dan moet jij even signen, dat contract. En dan werk je hier officieel, dan kan ik jou in de plot toevoegen. En dan kunnen we dat doen, dus kan ik kopen? Ja, dan kan je achter de kassa staan. Oké, Foodwinkel Bokmerk. Minecraft de Rolandia. Contract voor de Master DDG. Gemaakt op 11/9/2016. Dat is dus op zondag. Contract is gemaakt door de CEO de Hollander. De Master DDG alt account. Jamie de Man werkt bij het voedselbedrijf Bokmerk in Rolandia. Als hij een breuk maakt in het contract, zal hij het volgende doen. Ja, oké. Zal hij een boete moeten betalen van 200k... En doet hij het niet, zal hij de Hollander een rechtszaak starten. Mag de Master DG en Jamie de EGS. Wat mag de Master DDG en Jamie de Man EGS niet? Hij mag niet stelen. Hij mag niet eten verkopen buiten de winkel. En hij moet luisteren, zijn baas. Als de Master DDG en alt-account Jamie de Man dit signed, gaat hij akkoord met dit contract. Sign is akkoord. Nou, je kan het zelf nog eventjes lezen. Ja, doe ik. Hey, ze hebben hier trouwens die barriers weggehaald. Hier stonden hier barriers, of... Oh ja, nog steeds. Ik dacht al van, ik kan naar beneden springen.
Lol. Waar met wat moet ik hem signen? Contract. Contract, contract, ja, gewoon contract. En dan moet je die aan mij geven. En dan doe ik dat een van die mooie kisten. Alsjeblieft. Oké, okay. Nou dan werk jij officieel bij ja, Bokmerk weer. Yay. Lekker enthousiast. Doe ze harder, joh. Veel enthousiast. Ja! Yeah. Oké, veel beter. Oké, slash plot add. Oké, dan moeten we wel naar beneden, want anders kan je hier alles openen. Want dit is trouwens verboden terrein voor jou. Ja, dat weet ik. Komt u maar. Slash plot add. Of hoe doe je dat? Slash plot. Slash plot. Add member. Add member. Master DDG. Master. Oké, je zit erop. Zo. Ja. Dus bij deze is de Master DDG werknemer bij mij. Dus als jij dat wilt, wat ik net al zei, doe dat natuurlijk lekker. En de brievenbus, daar mag je ook niet in eigenlijk. Maar dat is niet zo heel veel bijzonders. Maar gooi hier niet je sollicitatie in, gewoon in de comments. En wie weet word jij ook hier gewoon kassamedewerker. En over betaling, dat wordt nog geregeld. En contract wordt ook, moet je ook nog even signen als jij wordt aangenomen. Dus dat was het. En hier komen de eten. Dan kan jij dat verkopen, de boekjes. Zeg maar, ik moet nog even naar de KVK gaan. En de boekjes. En de prijs erop. Dat krijg je nog. Maar, Maar, ik wil mijn huisje laten zien. Je huisje? Een huisje? Ja, ik heb tegenwoordig een huisje. Ah, nice. Nog niet. Hij is nog niet helemaal af. Oké. Okay. Maar. Kijk dan. Ja. We hebben bosjes man gevonden. Maar oké, waar? Nee. Oei. Bosjes mooi. Oké, kom. Lopen. Want zoals je ziet heb ik een beetje lek. Maar ja, daarom zei ik even lopen. Dat is ook niet fijn om het aan te zien. Maar ja. Vertel eens de Master DDG. Hoe is het met jou? Nou, goed. Mooi. En ik zag ook dat je op mijn feestje was voor het laatst. Ja, tuurlijk. Was gezellig. Ja. Feesten. Hey, waar ben je heen? Ik zie jou. Hier. Zo, dit is ook een groot plot waar we overheen liepen. Ja. Ik dacht even dat de bosjesman hier daar was. Maar dat was een andere man. Oké. Kutrekje. Laat hem. Dan naar Cosmo. Yeah, de Hollander is beast. Nice. Oké, Cosmopolitan. En dan daar naar boven en dan naar Industry. Oh. Ja, klopt. Oh. Hey, maar wist je dat nu de zon in zon 1 Hollandia de... Ja, het drukste is van allemaal. Oké. Okay. Nou, ik dacht contractje altijd. Ja, nu niet meer. Oké. Okay. Okay. Want meestal span je toch in contractje altijd? Ja. Maar. Maar omdat laatst plotverkoop was aan het begin, heeft iedereen van zone 2 zich overgeschreven naar zone 1 in Rolandia. En dan kon ze dat plot kopen. Oké. Okay. Dus nu is Hollandia daardoor heel druk geworden. Oké. Maar kijk. Dit wordt mijn huisje. Ah, nice. Het wordt een hele villa, joh. Met een zwembad. Oh. Ja. En je moet niet dronken zijn, hè. Want anders ga je gewoon in dat zwembad springen. Dat moet je niet hebben. Nee, maar zou jij hier ook willen wonen? Wonen? Wow, dat vraag je wel heel snel.
Nou, daar kan ik geen nee op zeggen met het mooie villa. Ja. Ja hoor, ik vind het goed. Oké. Okay. Ja, is goed. Waarschijnlijk is die morgen helemaal af. Oké. Okay. En dan gaat de tweede verdieping erop. Oké. Okay. En dan zet ik jou even op. Ja, oké. Okay, nou, dan zien jullie, hopelijk de volgende keer. Of ja, nee, in ieder geval, als ik nu in mijn handen klap, dan is dit, hoe heet dat? Als ik mijn handen klap, is het huis nu helemaal af. Dus, ja. 1, 2, 3, en het huis is... En zo je ziet, is hier onze villa. Oh my god, wat is die super mooi geworden. Oh my freaking god. En Jamie, zou ik misschien de sleutel mogen? Want ja, ik wil aan de kijkers laten zien hoe eigenlijk de het plot is geworden. Mag ik de sleutel? Ja, hier. De sleutel. Oh, is dat de sleutel? Oké, ik ga hem uitproberen. Oh, hij werkt! Oh my god, thanks. Hey, holy shit, dames en heren. Ik woon nu officieel in een villa bij een hele goede vriend. Ook al is er dingen gebeurd wat ik net al zei. Maar, hè, ik ben een Hollander. Ik maak altijd alles goed. Ik ben niet zo'n iemand die altijd ruzie wilt houden, weet je wel. Dus, ja. Holy freaking shit. Hoe mooi is je geworden? Hier kunnen we onze kleding neerzetten. Holy moly, is echt super vet. Kijk, hoe sta ik er mooi op? Sta ik er mooi op? Plot info. De eigenaar mede-eigen. Echt super nice, man. Super nice. Ook een bed. Een groot bed, super nice. Holy. Lekker grote tv. Holy. Nice. Lekker taart. Oh, kijk. Kunnen we die ook eten of niet? Ja, nou als je honger hebt. Ja, maar gaat die dan niet uiteindelijk op? Jawel, maar dat maakt niet uit. Oké. Okay. Kijk maar, mijn zwembad. Holy shit. Kijk eens aan. Alleen ik vind het wel een beetje een naar luchtje, moet ik eerlijk zeggen, dames en heren. Een beetje een... Ja, het heeft een ander luchtje. Het in Rolandia heeft het meer echt een gasuitlaatluchtje. En dit heeft echt meer een rookuitluchtje van de fabrieken. Ja, ik moet eraan wennen. Maar net zoals in Rolandia moest ik er ook aan wennen. Echt super mooi die tuin ook. Gaan we plonsen? Ik doe even mijn kleding uit. 1, 2... Oh. Holy shit, dames en heren. Echt super vet. En jou, ik wil jou gewoon even bedanken, Jamie, voor het onverwachte dat ik hier mag wonen bij jou. Echt super gaaf. Geen probleem. Echt, holy shit. Oké. Okay. Ja, en ik moet trouwens ook nog echt naar de repair shop bij Martje17.nl. Maar ik ben trouwens zo happy, want eindelijk zijn mijn geldbedragen... zijn toegevoegd en ik doe mijn mooie hoge hoed op. De hoed, of hoe heet die? De hoed rood. Appartee, slash het. En mensen, ik wil jullie even een aankondiging vertellen. Donderdag om 7 uur is er een filing in Westland over wapens. Oh, wat vet. En daar neem ik natuurlijk jullie ook mee. Dus ja, ik wou even zeggen, wil je dat avontuur ook meemaken? Moet je geabonneerd zijn op dit kanaal. En ja, er komen gewoon super veel, net zoals altijd, vette Mindtopia afleveringen. En ik zou zeggen, later. Yo, yo. Doei.